vandaag is zaterdag 30 mei. En ik ga vandaag mijn derde vlog maken. Wat gaan we vandaag doen? We gaan hier gewoon vandaag kijken wat er allemaal te doen valt. Ik ga even nu snel naar Fernandes om wat broodjes te kopen. Het is al 12 uur. Als ik het heb, kan ik nog niet ontbeten. Maar we gaan dan kijken wat eigenlijk wat ik ga doen deze zaterdag. Yes. So, vandaag gaan we kijken wat we allemaal, dus wat ik eigenlijk allemaal kan kopen met een 50 SRD. Vandaag is eigenlijk precies 5 dagen na de verkiezing. Verkiezing van Suriname. Dus we gaan even kijken wat we allemaal kunnen kopen met deze 50 SRD. Hoeveel waarde heeft het nog? Yes. Ik ga het even kijken. Een drank ga ik pakken. Yes. Water. Water is goed. Koud water. En dan moet ik zien. En dat zal ik. Oh ja. En ook een bol. Bananensbol. Ja. Had ik geen bol vandaag? Ja. Nu van die bollen. Kan ik hier betalen? Oké, kassa. Alsjeblieft. Voor 3 spullen 17,75 betaald. Oké, dat is wel te doen. Dus ik merk dat het, de prijzen wel te doen zijn. Oké, thank you. Even snel, nu fruit kopen. Kom maar bij deze fruitstand. Ja, bakba. Om naar bakba. Askrivi. Alright. Ga ik bakba opnemen. Dit is de necessary. Yes. Dit. Nee. Laat maar zien. Deze ga ik nemen. En made up mine. En... see here. Ze hebben eieren. Ze hebben ook manjas hier. Ik wil toch ook manja nemen. Ja, zo guys, ik heb met een 50 SRD heb ik deze spullen gekocht. Ik heb fruit kunnen kopen. En ik heb met een 50 SRD drank kunnen kopen en brood. Dus als persoon kan ik nog dan leven in Suriname na de verkiezingen. Dus het ziet er goed uit. Dus er is hoop als ik het zo kan bekijken. Wat denken jullie ervan? 50 SRD, kunnen jullie met een 50 SRD leven tegenwoordig? I don't know. Ik kan niet praten met de volle man. Dus dit is een van de dingen die ik kan kopen met een 50 SRD. Wat is jouw mening? Geef jouw mening wat je eigenlijk allemaal met een 50 SRD nu kan kopen in Suriname. Zeg jij dat het onze munteenheid waarde heeft? Dan zet je je mening onder mijn video. Ik heb naar mijn mening vind ik dat eigenlijk, dus eigenlijk wil ik zeggen dat onze munteenheid waarde heeft. Maar wij mensen moeten daar waarde aan hechten. Ik heb me niet echt verdiept erin, maar ik vind dat wij waarde moeten hechten aan alles wat wij zelf kunnen produceren. Niet dat we alles moeten importeren, maar wij kunnen dat zelf doen. En ik zeg dat
hoe we uit deze economische crisis kunnen komen. We kunnen dan een heleboel dingen doen die eigenlijk een positieve energie zal hebben voor de toekomst. Dus ik denk dat we samen moeten bundelen de komende jaren om een leefbaar klimaat te vormen voor onze generaties die eigenlijk volgen. Dus wat kan jij eigenlijk betekenen? Ik zorg ervoor dat ik kan uitkomen met het weinige dat ik heb. Maar je zal dan niet boven je vermogen dan leven. Dus ik weet het niet, maar wat is jouw idee, wat is jouw mening? Hoe kun je verder een bijdrage leveren in het geliefde land? Yes? Je gaat door met mijn manja. Dus ik hoop dat je hebt genoten van mijn vlog. Je gaat door met mijn manja.